Goeiedag, welkom weer bij een nieuwe vlog. Vandaag ben ik begonnen met het laatste perceel aardappelspoten. Dit perceel is zeg maar 12 hectare. Ik heb net de eerste 0,6 hectare gedaan. Het is maandag 15 mei. Ik hoop dat het er morgen in zit, maar dan moet alles goed gaan. Dan moeten er twee lange dagen worden. Deze week hoop ik nog gladiolen te kunnen gaan planten in Brabant. Daar gaat ongetwijfeld ook een vlog van komen. Maar eerst gaan we die laatste aardappels erin poten. Nou meten wij van tevoren, voordat we een perceel gaan poten, heel het perceel in. Dan weet ik hoeveel ruggen aardappels ik kan gaan poten. En ik poot 2 ruggen per keer. Maar op dit perceel kan ik een oneven aantal ruggen kwijt. Dat betekent dat ik nu 1 lepeltjesband uit heb, terwijl die ander wel gewoon draait. Maar, zoals je misschien in de spiegel kan zien, trek ik wel gewoon 2 ruggen. Maar in die ene rug zit dus geen aardappels. Dus zometeen, dan draai ik om en dan ga ik met mijn wiel tussen deze ruggen staan die ik nu poot. En dan zet ik die band weer aan. Ja, en dan poot ik die rug wel vol. Ik kan het niet anders doen. Maar op deze manier kan ik wel zorgen dat het perceel helemaal mooi vierkant vol staat met aardappel straks. Even kijken of ik ook kan keren met de pootmachine terwijl ik aan het vloggen ben. Tussen die twee ruggen ga ik nu mijn wiel zetten. Dat zou moeten zijn. Dan gaan we nu in de GPS het een en ander verplaatsen. Staat de lijn weer op 0. En dan weet ik zeker dat ik straks aan het einde van het perceel goed uit gaan komen. Dan gaan we nu alleen die band weer even aanzetten. Hier zo op die band zitten namelijk 2 spanners. Eentje hier en eentje aan de andere kant. Als ik die spanners ontspan, dan betekent dat dus dat die band stopt met draaien. Dus als ik deze nou weer aanzet, dan is die band weer gespannen en gaat die straks weer draaien. Dan is dat ook weer gebeurd. Dan kun je alleen wel zien dat er aan de ene kant van de pootmachine wat grotere bult aardappels ligt dan aan de andere kant. Ja, dat geeft in feite niks. Er zijn aardappels genoeg. En nu draaien ze allebei weer. En ben ik nu die rechte rug, deze rug. Ben ik nu wel vol aan poten. En zo heb ik 1 keer dus maar 1 rug gepoot. Kijk, deze aardappels beginnen al mooi los te komen. Er zitten flinke kiemen op. Gelukkig zijn er nog niet van die hele lange spaghetti slierten. Het is tijd dat deze de grond in gaan. We zijn ook natuurlijk laat dit voorjaar met alles. Het is niet gek dat die aardappels denken van, weet je wat, we beginnen vast. Want volgens mij duurt het niet zo lang meer voordat we de grond in gaan. Nou, dan geef ik die aardappel geen ongelijk in. We zijn al een aardig eind in de dag inmiddels. Het is nu 7 uur. We hebben nu 3,5 hectare gepoot zo'n beetje. En ik heb niet heel veel kunnen filmen vandaag omdat ik mijn aandacht erbij moest houden met de dingen die we aan het doen waren. We hebben nu op 3 verschillende plekken op dit perceel gepoot. Dat het zo uitkwam met de rasindeling. Dat heb ik van tevoren uitgezet, maar dan moet je er wel zorgen dat klopt. Dus alle rekenmodules mee. Maar dat is allemaal gelukt. Nu zijn we bezig en gaat het lekker. Dan hoef ik daar niet meer mee bezig te houden. We kunnen nu gewoon aansluitend poten. Dus dat gaat mooi. Ja, we hebben nu 3,5 hectare gedaan, zoals ik zei. Volgens mij heb ik dat gezegd. Ik hoop dat er nog een hectare bij komt vanavond, misschien nog wel 1,5. Dat gaan we meemaken, maar het loopt op zich mooi. Het weer is een beetje aan het betrekken, lijkt wel. Er lijken wat kleine miezerbuitjes in de lucht te hangen, maar dat mag wel, dat kan voor de uien geen kwaad. En als het alleen maar miezer blijft, dan kan ik ook door blijven poten. Dat doe ik nu het liefste natuurlijk. Nou, het mogen duidelijk zijn. Het
regent weer. Het is nu 8:45 zo'n beetje. Ik maak dit rondje nog af en dan stop ik ermee. Want het begint nou direct weer vies te worden bovenop. Vies en plakkerig. Ja, dat is helemaal niks waard. Dus ik maak dit rondje af en dan is het klaar. Het is net zo'n... het is net een smerig buitje wat eigenlijk vanuit het niets zomaar is ontstaan. Ja, daar heb je mee te doen. Ik heb nu 4,15 hectare gepoot. Dus ik denk dat ik straks 4,3, bijna 4,3 gedaan heb. Maar ja, niet verkeerd voor de eerste dag. Ik had liever gehad dat het meer richting de 5 was geweest. Maar goed, dat is dan maar zo. Ja, jammer van het buitje. Maar goed, het is niet anders. Ik heb misschien wel even een leuk rekensommetje, want hier zo op de plantlijst staat hoeveel knollen ik per hectare wil poten. Nou hebben we een aantal verschillende partijen gedaan en een aantal verschillende maten en die doen we niet allemaal even dik zetten. Maar gemiddeld kom ik vandaag uit op 170.000 knollen per hectare. Als ik dan 4,3 hectare zo meteen gepoot heb, hoeveel knollen heb ik dan vandaag gepoot? Het is misschien een heel dom rekensommetje, maar dan krijg je een beetje inzicht in wat er bij mij gepoot wordt. Hoeveel we poten per hectare. En morgen gaan we wel weer andere aantallen aanhouden. Maar goed, dat is morgen. Dan zijn er ongetwijfeld boeren die het anders doen dan ik. Die juist dikker poten of dunner poten. Die een andere teelt hebben die daarom vraagt. Dat was helemaal goed. Ik heb het alleen over wat er bij mij gebeurt. En nou, wij telen op 1,80. Twee rijen aardappels in één rug. Dus zeg maar vier rijen aardappels op 1,80. Dus wij poten ook iets meer per hectare. Nou ja, dan heb je een beetje inzicht wat er bij mij gebeurt. Net stopte die ene band ermee. Dat is al de tweede keer dat hij dat doet vandaag. De eerste keer zat er een stuk hout tussen of iets. Waarom die er nou mee stopte weet ik niet. Maar ik had hem ontspannen en ik kon zo met de hand direct weer ronddraaien. Ik denk dat ik hem morgenochtend maar even schoonmaak onder in die bak. Nou ja, ik ben bijna aan het einde van deze gang. Dan gaan we ermee stoppen voor vandaag. Ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Zoals je kan zien is het vandaag ander weer dan gisteren. We zitten nu toevallig net even in de wolk, maar het zonnetje schijnt en het waait erg hard. Een beetje noordwestenwind. En het maakt wel dat het fris aanvoelt. Maar goed, in de cabine van de trekker heb ik daar niet zoveel last van. Wij hebben dus een aantal kievietsnesten bij ons op de kavel. En hier zo lopen twee kievietsjongen voor mij uit. Ik ben nou voor één ding bang dat ze ineens voor de trekker schieten. Ik heb geen zin om ze over te rijden, want ze zijn veel te leuke beesten. Maar goed, als ze die kant op gaan, dan vind ik het goed. Dit is werkelijk waar fantastisch. We zijn al in een lekker stuk in de dag. Gisteren is 4,2 hectare gepoot, zit nu op 6,8. Oh, dat moet ik even opschrijven. Ik heb net de laatste Rudolfen geplant. Dat is een aardappelras wat wij hebben. En ik zeg nou planten. Ik gebruik planten en poten misschien door elkaar heen. Dat zorgt misschien voor verwarring, maar ik heb het over hetzelfde. Dit was de laatste gang van de Rudolfen. Ik wil een piketje pakken. Zo. Zoals ik gisteren al wel vertelde, hebben wij op dit perceel eerst een ander stuk gepoot. We zijn eerst langs de tocht begonnen. Toen zijn we een stuk verderop waar die roodrecht staat begonnen. En toen hebben we dit stukje tussen gepoot. Toen hebben we dit stukje hier tussen gepoot. En ik moest dus nog tussen de tocht en hier zo, moest ik volmaken. Daar had ik die Rudolfen voor. En ik heb lopen rekenen en rekenen en rekenen. En ik zou exact uit moeten komen. Nou, laat ik even zien wat er nog in de pootmachine zit. Dat is niet veel meer.
hadden we nog 20 meter mee kunnen poten. Nou, dan vind ik dat ik dat redelijk goed uitgerekend heb van mezelf. Nou, dat is het met boer zijn natuurlijk ook. Je bent bewust bezig met je land en wat je er neer wil zetten. En ook hoeveel en wat je hebt. En dat je geen verspilling en dat je geen dingen verspilt. Dus die aardappels die we hier wilden poten, die zouden er precies tussen moeten passen. Dat meet je dan van tevoren uiteraard uit. Nou, ik ben hier toch al lichtelijk tevreden over dat het gelukt is. Misschien dat jullie het onzin vinden, ik niet. Nu ik dan toch een beetje uit de wind sta, kan ik direct uitleggen wat de vorige keer mijn microfoon niet oppikte. Namelijk onze ruggen. Onze spoorbreedte van de trekker is 1,80 meter. De normale gangbare maat in Nederland is een beetje 1,50 meter. Dan zijn er in andere delen van Nederland ook nog wel andere gangbare maten, maar qua aardappels is 1,50 de gangbare maat. Dan heb je twee ruggen van 75 centimeter onder de trekker. Dat wil zeggen dat de onderkant van de rug daar en de onderkant van de rug daar, als je daar een rolmaat overheen legt, dat dat 75 centimeter is. Bij ons hebben we twee ruggen van 90 centimeter. Dat betekent dat onderkant rug, daar zit ik, onderkant rug en de onderkant rug. Dat van de rug, als je datzelfde zou doen met die 75 centimeter rug, als je een rolmaat zou leggen aan de ene kant en aan de andere kant beneden, dat die 90 centimeter zou moeten zijn. In die rug telen wij twee rijen aardappels. Eentje links van het midden en eentje rechts van het midden. Maar als we even gaan graven, dan ziet dat er ongeveer zo uit. Hier zo, aardappels. En hier zo. We telen in een kwadverband. Dat wil zeggen dat we zo poten. Overdreven gezien leggen we de aardappels dus zo neer. Hier een aardappel, daar een aardappel, daar een aardappel, daar een aardappel. Dan gaat dat met die lepeltjes globaal genomen wel goed. Want je kan zien dat deze een beetje kruislinks liggen. Maar ja, die ligt dan wel weer op dezelfde hoogte als deze aardappel. Maar globaal genomen liggen ze een beetje zigzaggend. Zo hebben wij dus twee rijen aardappels op dezelfde rug. En betelen wij dus meer oppervlakte per hectare dan dat je met een rug van 75 centimeter zou doen. Dat is ons teeltsysteem. Nou, dan heb je even wat gezien. Dan gaan we straks weer rijden. En dan leg ik in de trekker nog wel meer uit. Want het waait gewoon zo hard dat buiten filmen eigenlijk geen doen is. Dan vraag je je misschien af wat nou het voordeel is van twee rijtjes aardappelspoten op één rug. Nou, je hebt ruimte genoeg. Waarom zou je het niet doen? Het voordeel hiervan is, en met name dat kwadsysteem dat je een beetje kruislinks aardappelspoot, is die aardappel die wil gewoon groeien in grond. En als we één rijtje aardappels in één rug van 90 centimeter zouden doen, heeft die aardappel veel te veel grond om in te groeien. Dus benut je je land suboptimaal. Door twee rijtjes te poten, benut je je land dus effectiever. Die aardappel heeft nog steeds genoeg grond om in te groeien. Ja, en je kan gewoon meer aardappels kwijt op een hectare. En qua opbrengst doen we niet onder voor boeren die op 75 centimeter ruggen telen. Het is alleen een ander teeltsysteem, wat je misschien niet zo gewend bent om te zien. Maar voor ons werkt dit hartstikke goed. We zijn hier op zoek naar gegaan omdat wij allemaal een hekel hebben aan banden wisselen en aan spoorbreedtes wisselen. Dus als wij met onze bollen, tulpengladiolen, allemaal op 1,80 zitten en met de aardappels op 1,50, ja, dan blijf je aan het wisselen. En dat is zulk dom werk eigenlijk, vind ik. Mag iemand anders vinden hoor, maar vind ik. Dus daarom hebben wij ervoor gekozen om te gaan kijken of wij geen aardappels kunnen poten op 1,80. Nou, dit tiltsysteem van 90 centimeter ruggen, dat is in Nederland vrij uniek, maar in de rest van de wereld niet. In Engeland is dit vrij normaal.
Dus, ondertussen ben ik twee dingen aan het doen. In Engeland is dit best wel een gangbaar teeltsysteem. En wordt er veel meer op 1,80 aardappels gepoot. En dus met 90 centimeter ruggen. Deze pootmachine die wij hebben, die hebben we dus ook geïmporteerd vanuit Engeland. Ja, dat gaat eigenlijk hartstikke mooi. Waar jij het over hebt, dat ze zo wat zigzag aan het liggen, daar heb ik nou niet echt op de filmpjes gezien dat dat zo uitkomt. Nee, dat klopt ook. Hoe groter de maat, hoe makkelijker dat gaat. Nou, dit is een lepeltjespootmachine. Dus die twee banden die je daar rond ziet draaien, die hebben allemaal kleine lepeltjes als het ware. Dus die pakken een aardappeltje mee onderuit de bak die daar zit. Onder in die bak zitten dus aardappels. En die voeren die mee naar boven. Maar in dat lepeltje kunnen soms ook wel eens twee aardappels zitten. Of drie. Dus zit er onderweg naar boven zit er nog een schudder die de band laat trillen. En die moet zorgen dat die aardappels enkel in de lepeltjes komen te liggen. Maar dat gaat niet altijd goed. Dus soms liggen ze wel eens dubbel. Ja, en dan klopt dat hele kwadsysteem ineens niet meer. Maar globaal genomen klopt het eigenlijk best wel heel erg goed. En dat zie je misschien hier zo niet zo. En dat zie je misschien in de grond niet zo. En dan denk je van, nou, is dat wel zo? En heb ik niet een te groot gat daar en een te klein gat daar? En daar ligt een prop aardappels en daar. Nou goed. En het verbaast me eigenlijk dat als die aardappels allemaal weer boven komen, als die boven de grond staan, dat het eigenlijk best wel altijd goed komt. Ja. En dat die aardappel gewoon tevreden is met de grond die hij heeft. En dat is ook wat hij nodig heeft. Een beetje zien wat je gedaan hebt. Dat is al een end. Ik ga eens kijken of deze manier van filmen ook kan. Dan heb ik wel mijn handen vrij namelijk. Dan kan ik alsnog van alles vertellen. Ik hoop alleen dat ik genoeg te verstaan ben. Goed voor de mensen die het interessant vinden. Dit zijn mijn hydrauliek hendels. En de pootmachine die heeft hydrauliek nodig om misschien heeft hydrauliek nodig om te kunnen functioneren. Dus die hydrauliek heb ik continu aanstaan. Nou, wil ik dan de pootmachine optillen, dan heb ik ook olie voor nodig, dus hydrauliek. Dan moet ik die hendel even neutraal duwen en dan kan ik de pootmachine optillen. De rest rijd ik op een vast toerental en daarbij hoort een bepaalde snelheid in de versnelling waarin ik rijd. Nee, ik heb geen vario, niet voor het poten, wel voor het rollen. Misschien dat we dat nog een keer anders gaan doen de komende tijd, maar dat weet ik niet. Zorg ik dat we recht voor de rij komen te staan, laat ik hem zakken, zet ik hem op toeren, zet ik de master switch aan en dan gaan we rijden. En zodra ik het idee heb dat ik recht rijd en de GPS vertelt dat ik op nul zit, dan druk ik de GPS aan en dan rijdt hij zelf. Dan zet ik de beveiliging aan dat mocht de pootmachine om wat voor reden dan ook stoppen met poten, dan geeft hij een piep.
Ik zit even reacties te lezen. En de vlog van aardappels, poten en uien zaaien, die komt vandaag uit. En vandaag is het 16 mei. Dus het is wel goed dat ik nu, die reacties lees, want dan kan ik er nu nog iets mee doen. Voordat ik deze vlog al monteer en ik nog allemaal nieuwe vragen krijg die ik prima hier had kunnen opnemen. Dus ik heb hier een vraag van Thomas Arning. Die vraagt: waarom wij twee rijen aardappels in één rug doen? Dat zal ik even uitleggen. Ik denk dat ik dat even ga tekenen. Zo. Wanneer wij een 75 centimeter rug hebben. Je moet me vergeven voor mijn handschrift. Normaal schrijf ik erg netjes, maar nu dus even niet. Kijk, als wij zo een rug hebben van 75 centimeter. Deze ruggen zijn 75 centimeter. Dan ligt er hier een knol en hier een knol. En de afstand tussen die knollen is exact 75 centimeter. Dit is dus een rijspoor tussen hier en hier van 1,50. Wij hebben een tiltsysteem van 1,80 en hebben dus twee ruggen van 90 centimeter. Als wij in die rug van 90 centimeter hier een aardappel zouden leggen en hier een aardappel zouden leggen. Ik moet even een partijwissel doen. Ik ben zo weer terug. Goed, waar waren we gebleven? Oh ja. Als wij bij onze 90 centimeter ruggen een aardappel in het midden van die rug zouden leggen, dan zou de afstand tussen die knollen 90 centimeter zijn. Dat is logisch. Dan beteel je dus minder oppervlakte. He, dan heb je hier meer aardappels per hectare dan dat je hier zou doen. Want als je een spoorbreedte van 1,80 hebt, ja, dan ben je eerder door een hectare heen. Dus wij doen dus twee rijtjes aardappels in die 90 centimeter rug. De onderlinge afstand tussen die aardappels in de breedte, dus niet in de lengte, in de breedte, is ongeveer 30 centimeter. Ongeveer is 30 centimeter. De afstand tussen de aardappel aan de buitenkant van de rug met de aardappel in de volgende rug is 60 centimeter. Dus effectief poten wij dus meer op een hectare dan dat we zouden doen als we een 1,50 tilt en 75 centimeter ruggen zouden hebben. Omdat het onderste wat ik net doorgekrast heb heel inefficiënt met je land omgaan is, doen we dus twee rijen aardappels op één rug. Je kan ze kwijt, die aardappel heeft genoeg ruimte om te groeien en dan gaat het uiteindelijk ook gewoon om. Ja, en op deze manier poten wij meer aardappels per hectare en zou je dus theoretisch gezien ook een iets hogere opbrengst kunnen hebben dan op zo'n 75 centimeter ruggen tilt. Dus waarom poten wij twee rijen aardappels in de rug? Het past, het is efficiënter gebruik van je land en het gaat goed. Nou, dat was dus die vraag van Thomas. Dan heb ik hier nog een vraag van Hubert. Hubert Driedijk. Waarom wij een brede aardappelrug hebben? Nou, zoals gezegd, wij hebben dus een tilt van 1,80. En ik heb een hekel aan spoorbreedtes wisselen en aan banden wisselen. Dit tiltsysteem aardappels is op 1,80. En sloot mooi aan bij ons hele pakket van uien, tulpen, gladiolen, die allemaal ook op 1,80 getild kunnen worden. Dan heeft Matthijs Tangenberg de vraag wat het voordeel is van twee rijtjes per rugpoten. Ik denk dat ik die vraag inmiddels beantwoord heb. Het is efficiënter gebruik van je land. Nou, volgens mij heb ik ze dan wel zo'n beetje gehad. Nou ja, nogmaals, mochten er vragen zijn, stel ze gewoon gerust. Dan leg ik het gewoon gerust nog een keer uit. Voor nu ga ik nog weer even rondjes maken.
is nu 9:15 volgens mij. Morgen gaan wij gladiolen planten. Het is nu 9:00. Morgen gaan wij gladiolen planten in Brabant. Dan gaan we kralen planten. Die kralen die we voorgekiemd hebben, waar die kiem op zit. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, ik weet wel hoe het gaat, maar ieder jaar kan weer anders zijn. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Daar gaan we dus even kijken. En dan kan ik ook laten zien. Volgens mij was uitvinder Alex degene die vroeg wat er gebeurt met die kiemen die op die kralen zitten. Of die er niet afdraaien of kapot gaan. Nou, dat gaan we morgen dus zien. Of ik ga dat morgen zien. En jullie zien dat pas in de volgende vlog. Deze vlog is alweer lang genoeg. En veel te veel praten volgens mij. Maar ja, had je maar niet de hele filmpje moeten kijken, toch? Ik hoop dat jullie weer wat geleerd hebben. En dat jullie het leuk en interessant vonden. Ik ga nog even door. En morgen ga ik kralen planten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende.